Leerlingen van de Tarkisiusschool in Nijmegen hebben al sinds 2012 een oorlogsmonument geadopteerd in de buurt van hun school. Jaarlijks vindt een project plaats waarin de hele school aandacht besteedt aan dit monument. Vandaag werd dit afgesloten met een plechtigheid bij het monument in aanwezigheid van buurtgenoten, familie en initiatief Faces to Jonkerbos. Leerlingen betrekken bij de geschiedenis kan het beste met geschiedenisverhalen uit de buurt. Wij hebben in 2012 als school dit monument geadopteerd omdat we het belangrijk vinden dat kinderen in aanraking komen met de geschiedenis. Dat ze leren dat mensen hun leven hebben gegeven voor de vrijheid waarin wij nu leven. Het is hier om de hoek. Dus om de kinderen bekend te maken met alles wat er hier in en om de buurt is. Niet alleen nu, maar ook vooral vroeger. Het monument is voor de NZ-piloot Ivan William Kane, die in oktober 1944 noodgedwongen een bom in deze buurt heeft laten vallen, waarbij een mevrouw is omgekomen. Rens, wat gaat er dadelijk gebeuren? Wat gaan we dan? We gaan dadelijk naar een begrafenis van Ivan William Kane. Ivan William Kane is neergestort met zijn vliegtuig in het bos, daar een stukje verderop. Maar hij is neergestort omdat hij de kogels... Een afschutgeweer is geraakt. En hij is daarna door Elisabeth. Hij wilde niet de huizen en de scholen beschadigen. Dus hij heeft de mensen het gegund om het heel te houden. Hij heeft zijn bommen in een bos laten vallen. Zoals hij net vertelde. Maar toen was er wel één iemand, Elisabeth. Het zwerg en die is om het leven gekomen. Vandaag kreeg William Ivan Kane ook een gezicht. De stichting Faces to Jonkerbos heeft een portret van William Ivan bij het monument geplaatst. De familie van Ivan William Kane en mevrouw Elisabeth Zwerts Ecker zijn vanaf 2012 al betrokken bij de herdenking. Achternecht Sylvia is vandaag namens de Nederlandse familie aanwezig. Niet wetende natuurlijk dat daar het uiteindelijk niet veilig bleek. Maar dat heeft Ivan Kane natuurlijk niet geweten. Die heeft gedacht, ik moet van die bommen af. En dit lijkt me een perfect plekje. En nou moet ik nog zien dat gebouw te ontwijken, zodat ik geen ramp veroorzaak. Dus hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan. En niet geweten dat daar gewoon één slachtoffer bij gevallen is. En ik vind het zo bijzonder dat de school hier aandacht aan besteedt. En de kinderen blijft vertellen over de oorlog. En de oorlogen, ook de oorlog nu inderdaad. En ze daarmee betrokken houdt. En hoe lief die kinderen dat allemaal doen. En dan ieder jaar krijg je weer een mooie bloem of een medaille. Het is heel bijzonder. En dan lezen ze het voor. Dus ik vind het echt geweldig hoe de school dat doet.